Dat kan gewoon, hè, op de Vijverberg. Als Emma op bezoek is, in je Emma-shirt, tussen de supporters van de Graafschap plaatsnemen. Emma dat hier op weg is naar een serieuze kans. En een goal wilde ik zeggen, maar de redding is van Mees Bakker. 100% kans voor Desley Ubbink. Goeie aanval, misser van Schenk. Partycheck opent. Heel veel ruimte hier voor Ubbink. Die er langs is, maar uiteindelijk dus strand op Mees Bakker. Paas van Fortes is perfect op maat. Goeie bal. En dan moet het een goal zijn, maar die gaat er niet in. Philippe Brittijn lijkt te twijfelen. Wat een ruimte ligt er dan opeens voor de Graafschap na die splijtende paas. En eigenlijk touw je hem hier al, Brittijn. Schoppema. Die zich behoorlijk manifesteert daar aan de linkerkant. Gaf al die goede voorzet, waar de grote kans van Brittijn uiteindelijk uit voortkwam. Voorzet van Büttner. Lekkere bal van Büttner. En dus Mahi net naast. Schitterende voorzet. Alexander Büttner. De controle is er prima bij Mimoun Mahi. En via de bips van Dirksen naast. Goed gespeeld. Flakus Bozilje. Colijn. Ook niet helemaal zonder geluk. En een goede redding van Jan Hoekstra. Eigenlijk pas de eerste mogelijkheid in de tweede helft. En die is voor Simon Colijn. Scholten. Brouwer. Scholten wil hem terug. Scholten krijgt hem terug. En in de korte hoek is het raak. Via Ben Scholten. De voorsprong voor Emmen. 10 minuten voor tijd. Uit het niets. Scholten verrast Mees Bakker in de korte hoek. Daar moet de keeper meer doen. En Emmen staat op voorsprong. Opnieuw is er applaus en een mooi spandoek voor de overleden Herman Schutte. Die dus voorafgaand aan deze wedstrijd ook al werd herdacht met een minuut stilte. Erelid van de Graafschap, oud-voorzitter van de supportersvereniging. Hier is de kans voor de Graafschap. Bijna op de goal voor Colijn. Die bal wordt heel knap weggekopt door Julius Dirksen. En dan is het klaar. Het laatste fluitsignaal klinkt en Emmen wint voor het eerst in dit seizoen een wedstrijd. Dankzij de winnende goal van Ben Scholten.